Nou, binnenkort kan er heel waarschijnlijk op heel veel plaatsen in Nederland weer geschaatst worden. Nou, wil je veilig het ijs op? Dan hebben wij van Weerplaza een aantal tips voor je. Nou, we hebben hier op een heel groot stuk water natuurlijk een mooie egale ijsvloer. Hier in het midden staat als schuilplaats voor de vissen en andere dieren een pol met riet. En daartussenin is natuurlijk ook ijs gevormd. Maar dat ijs is van heel andere structuur, omdat dus al die rietstengels er tussendoor zitten. Ja, en de kans is heel groot dat tussen die rietstengels in het ijs een stuk zwakker is. Dus als je gaat schaatsen, ja, zorg dat je er toch wel met een boogje omheen gaat. Nou, als je ergens het ijs op wil, is het heel belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de lokale kennis. Nou, onze weerkamer zit hierachter, dus wij hebben altijd zicht op dit ijs. En het witte ijs waar ik op sta, heeft minder invloed van de wind gehad. Hier is ook wat sneeuw opgevallen, wat uiteindelijk tijdens ijsvorming ook nog is gevallen, waardoor het een beetje wittig ijs is. Maar hiernaast zien we zwart ijs, helder ijs. En dit stuk is door de wind opengehouden en lag een dag later dicht. Ik heb twee gaatjes geboord, ongeveer een meter uit elkaar. Eén gat hier in het witte ijs en eentje in het zwarte ijs. En ik heb ze net gemeten. Daar is de ijsdikte 6 centimeter, iets meer zelfs. En hier bij dit gaatje is de ijsdikte iets minder dan 5 centimeter. Je kunt er wel op staan, maar betrouwbaar is het zeker niet. Kortom, kennis van de lokale situatie is belangrijk. Nou ja, waar ijs groeit is natuurlijk onvermijdelijk. Daar komen er ook wakken voor. Hier zien we een pijp liggen. En daar is wat regenwater, hemelwater van de sneeuw smelt vanaf de weg. Hier het water ingelopen. Dat stroomt een beetje en daardoor is het ijs hier nog open. Natuurlijk zeer gevaarlijk met schaatsen. Nou, overdag zie je zo'n wak natuurlijk prima liggen. Toevallig omdat hier omheen ook nog een beetje rijp op het ijs zit. Maar in het donker zie je zo'n wak natuurlijk niet. Maar ook als het heel mooi zwart ijs is en windstil zonder golfjes op het water, dan is zo'n wak ook heel slecht te zien. Als ik een beetje ga bewegen op het ijs, dan zie je ook het water in het wak bewegen. Dus op het moment dat je schaatsend aankomt, zie je wel iets van golfjes in de randen van het ijs. Maar zo'n wak is dus wel altijd uitkijken. Nou, is het ijs dik genoeg als je het al gemeten hebt? Zorg dan in ieder geval dat je niet alleen het ijs op gaat. Ik ben hier toevallig samen met de cameraman. Stel dat er iets gebeurt, dan heb je altijd hulp bij je. Nou, dit waren dus een aantal schaatstips van onze kant. Kijk op onze website voor nog meer schaatstips. Ja, en natuurlijk heel veel schaatsplezier gewenst.